De heilige Benezet was een schaapsherder die van God de opdracht kreeg om een brug te bouwen. De brug moest gebouwd worden over de Rhône en zich uitstrekken van de kop van de stad, van Avignon, tot aan het daartegenovergelegen kasteel. Met 900 meter was het in de tijd de langste brug in de middeleeuwen. Om nog andere redenen is de brug wereldberoemd geworden. De aanleiding voor het dansen was vreemd genoeg het verdriet vanwege het feit dat de stad gevallen was. En bovendien was de helft van de brug door een zonvloed verdwenen. Op deze manier werd de brug alsnog legendarisch.